We gaan nu luisteren naar Poes Lissy mag niet op tafel. Voorgelezen met Patricia. We hebben een boek gemaakt samen. Weet jij dat eigenlijk nog, Patricia? Ja. Dat ik er was? Er was eens een poes. Ze heette Lissy. Hoe heette de poes? Lissy. Ze was wit en zwart. Ja, dat wit. Lissy lag graag op tafel. Waar moet de poes eigenlijk? Op schoot. Eigenlijk mocht de poes niet op tafel. Ze moest in de mand, maar ze had geen mand. Ze had wel een tasje. Tas. De tas was groot en zwart. Daar kon Lissy in, want er zat een rits in. Rits in. Dus die kon dicht en ook weer open. Lissy zat er graag in, vooral als er een deken in lag. Deken is. Er kwam een begeleider aan. De begeleider schoot altijd te hulp als dat nodig was. Bijvoorbeeld als er een dokter nodig was of een verpleger. Dat was wel eens gebeurd. Pas geleden was er iemand gevallen met de fiets. Fiets. En toen kwam de begeleider. De man, Kenny. Rini, was op zijn elleboog gevallen. Elleboog gevallen. En toen hadden ze een pleister geplakt en hem naar huis gebracht. De begeleider zag poes Lissy op tafel liggen, maar dat mocht niet. Oh-oh. Potverdorie. Potverdorie. Oh-oh-oh, word ik kip heel streng. De begeleider zei, neem de poes op schoot, die mag niet op tafel. Patricia pakte de poes van tafel en ze nam haar op schoot. Schoot. Ze ging de poes aaien. Aaien. En er tegen praten. Ze gaf kusjes en ze ging knuffelen. Poes Lissy miauwde tevreden. Nu was alles weer goed en poes Lissy viel in slaap. Slaap. Goed zo. Einde. Dit was Poes Lissy mag niet op tafel. Tot de volgende keer!